His opponent, also from England, a former World Match Play quarterfinalist, a former Grand Slam of Darts semi-finalist, it's Super Mac, Kevin McDye! De halve finale bij de singles van de morgen. Naast mij zit Martin Dekker van de toernooicommissie. Ja, een Engelse halve finale. Hierna krijgen we een Nederlandse finale. Halve finale. Maar dat is goed nieuws, hè? Want we krijgen in ieder geval een Nederlander in de finale. We krijgen een Nederlander in de finale, inderdaad, Niels. En het leuke is, het zijn ook twee Friezen. Dus ja. We kunnen elkaar nog verstaan op het podium ook. Wat wil je nog meer? Alleen wij niet, hè? Wij kunnen het niet volgen, maar dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Nee, maar laten we eens richten ons op deze wedstrijd. Adams, vorig jaar natuurlijk de winnaar. Hij hoeft nauwelijks introductie, denk ik. Kan het toernooi voor de vierde keer winnen. Dat is de eerste man die dat kan presteren. Maar zijn opponent, Kevin McDye, wat kan je daarover vertellen? Kevin McDye is voor sommigen misschien een onbekende, maar in de dartwereld niet. Hij komt van de PDC terug. Hij heeft 2 jaar een tourkaart gehaald. Thank you, ladies and gentlemen. First set. 2 jaar zo'n kaart. Dan moet je weer proberen opnieuw te winnen. Dat is hem niet gelukt. En ja, dat hij kan darten, dat blijkt wel. Want van de 2834 mensen die gisterochtend zijn gestart, van een aantal, zijn er nog 4 over. 60. En 2 staan er hier nu. Ja, een fantastisch aantal. Als toernooicommissie kan je daar ook alleen maar blij mee zijn. Hè? Met zoveel deelnemers. We zijn er heel blij mee. Het is ook best wel een uitdaging natuurlijk, want je doet het niet even op een achterafkamertje. Nee, hier zit een hele grote ploeg achter. Niet alleen de toernooicommissie, maar ook zeker het NDB-kantoorpersoneel, wat heel veel werk verzet. Dat gebeurt al op het moment dat dit toernooi afgelopen is, zijn we al bezig met volgend jaar. En op de dagen dat we hier zijn, de 50 tot 60 officials die helpen om iedereen een heel mooi toernooi te geven. Goed. McDye gooit 96. Maar Adams mocht beginnen, zal zijn leg dus willen houden. We spelen in deze halve finale best of 3 sets, 5 legs, hè? Ja, dat klopt. Dus de eerste keer die legs pakt in een set, die heeft een setpunt. En wie de eerste keer 2 sets heeft, die heeft gewonnen en gaat door naar de finale. Ja. Wat hebben we? Een man is die sneuvelen, hè? 94. Grote namen. Scott Waits, de winnaar van Lakeside. Wesley Harms. Nog niet zo lang geleden natuurlijk, want die ging eraf tegen onze Darius Labanauskas. 95. Een heleboel mensen. De moeilijkste naam om uit te spreken ongeveer op de sheet waar hij zat. Maar ook een van zijn lastigste tegenstanders voor hem. Ja, Scott Waits eruit. Daryl Fitton, vorig jaar finalist. En, heel belangrijk, hij had die 9-darter. Dat is natuurlijk altijd mooi. De tweede ooit op de Dutch Open op het podium. De derde ooit gegooid op de Dutch Open, want ook op de vloer is er in 2008 uit mijn hoofd een 39 gegooid. Dus het is niet helemaal, maar dat was op de vloer. Bij televisie. Vorig jaar gebeurde dat op televisie. De auto toen, was het, hè? De hoofdprijs. Tenminste, de bonusprijs ging eruit. Dit jaar is het €2500 en een hotelcheck, volgens mij, aangeboden door de gastheer van vandaag. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk mooi dat je zo'n venue bent, zoals ze dat noemen in de dartsport. Zullen we een break krijgen? Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Martin Adams 43 scoorde, waardoor hij dus op 119 blijft staan met zijn op tops. En dat mag natuurlijk geen probleem zijn. Twee pijlen, nog één. Nog eentje. Hij kan er tegenaan tikken. Hij tikt de ronde. Hebben gisteren nog gezien op de televisie natuurlijk. Ja. Zelfde situatie. Vincent van der Voort tegen Anderson. 40 om 119. Triple 19.
Ja, geen finish. 95. Hij zet me nog even in de kant. Ja, maar McDine heeft nu al zijn vierde pijl. Zijn vijfde. En nu moet hij een dubbel vijf. Ja, dat is de eerste break. En die is heel belangrijk natuurlijk. Het is de zesde van als je die breekt, kun je aan je eigen set gewoon al je legs meelopen. Maar dit was wel een cadeautje. Dit, ja, waarschijnlijk een beetje geschrokken van de ambiance misschien. Ja, je ziet de lach ook bij McDine. Dat had hij niet verwacht, dat hij zes pijlen de kans kreeg. Ja, er zit een redelijke smile op, zeg maar. Ja. Is ontspannen. Dat is mooi, want het is een speler die natuurlijk de stap heeft gemaakt naar de PDC. Terug is gekomen. Dat betekent dat hij niet helemaal, ja, denk ik, gekregen heeft wat hij hoopte. Of behaald heeft wat hij hoopte. Kijk, een hele mooie score ondertussen op de lek. Andersom in dit geval. Ja. Martin Adams, die een betere score neerzet dan McDine. Je ziet ook dat zijn shirt vrij kaal is ten opzichte van Martin Adams. En ik denk dat daar het grootste probleem zit. Ja. Om het circuit goed af te lopen, heb je gewoon heel veel sponsors nodig. En ja, dan kan je alleen maar doen de prestaties neer te zetten. Hij heeft natuurlijk best wel mooie prestaties gezet. Halve finale Grand Slam of Darts. Eerste 180? Nee. 123. Ja. Hij loopt hier natuurlijk met een mooi gaatje gelijk. Hè? Dat zijn al aardig wat puntjes verschil. Dus ja, hij heeft best wel prestaties. Maar als je geen sponsors hebt, dan wordt het wat lastiger. Ja. Krijgen we hier een 180? 121. Maar hij komt vanzelf. Precies, de gemiddelde gaan omhoog. Adams. De man die... Zijn bus toch? Heeft een trip stad en land afgaat om demonstraties, les te geven. Je komt hem vrij veel tegen in de dartswereld. Ja, Engeland natuurlijk waar zijn bakermat ligt. Maar ook in Nederland kan je hem regelmatig vinden op demo's. En ze proberen het vaak ook te combineren met de grote toernooien. Nou, Adams kan hem als eerste weg gaan zetten. Ja, zal het gaan doen met een triple 20. 122, kijk of hij voor de boel of voor de 18 gaat. Nee, hij blijft 17. Op de 20. Martin Adams is niet zo iemand die graag over boels gooit om hem op een andere manier weg te zetten. En een slow starter misschien wel? In ieder geval vandaag? Vandaag wel, ja. Terwijl hij toch al even wakker is. Want om 10 uur stond hij al druk in te gooien. Hij zal een triple 20 gaan. En dan een triple 17. Maar dat haalt hij al niet. Triple 19 nog, het kan nog steeds. Dat moet hij nu doen. Maar 88 dat... over, hij gaat voor... Je ziet het wel aan zijn gezicht, hè? Weggezet op 28. 120 kan uit natuurlijk. Mooi in het rijtje omhoog stapelen. Maar 20. Je moet het maar even doen. Nog een keer. Nee. Nee. Ook hij gooit hem niet uit, dus krijgen we waarschijnlijk gelijk een rebreak. 61. Martin, you require 28. Martin Adams voor de gelijkmaker de beurt. Die zat er even naast. Hij moet één vakje ogen naar de dubbel 5. Nog één kans. Hij kan er tegenaan. 18. Laat hem staan op 10. 59 voor McDine. Dat moet te doen zijn om zijn eigen lek te houden. McDine. Krijgt weer. Twee pijlen. Ja, gewoon de kans van Adams. Zo moet je het ook zien. Absoluut. Ja, en hij maakt er dankbaar gebruik van. Dus hij komt 2-0 voor. En Martin Adams moet nu en zijn eigen lek houden. En McDine vervolgens nog breken. Maar vorig jaar in die finale tegen Fitten begon hij volgens mij ook niet ijzersterk. Nou, eigenlijk in de halve finale tegen Marcel Blik. Had hij ook geluk. Heeft hij natuurlijk aardig wat matchdarts overleefd. 114. Hier ook weer hier een klein verschil dan in de eerste twee legs. Maar het is wel een man van de lange adem. Hij is gewend natuurlijk om heel veel legs op een podium te moeten gooien. De eerste. En mooi in de zaal, want die is lekker vol, hè? De zaal is fantastisch vol. We zaten net even met z'n tweeën rond te kijken. En ja, kan jij een schatting maken? 1500 man, als het niet tegen de 2000 begint te lopen. Het is echt gezellig druk. En ook de opkomst is anders dan andere jaren. Er wordt volop gebruik van gemaakt. Ja, en de zaal was al warm voordat we begonnen eigenlijk. Ja, en dan niet alleen omdat de sfeer goed was, maar ook wat temperatuur ondertussen. Zeker weten. We gaan eens kijken. McDine moet hem echt gas erop gaan geven. Twee trippels nodig om in ieder geval nog een beetje druk te zetten. Maar dat gaat hem niet worden. Nee, dat gaat hem niet worden. Dus Adams nog een nette 25 over. Zal zijn lek willen pakken. Hoeft niet per se uit, want zijn tegenstander kan niet uit. Kan hem wegzetten. Ja, dat doet hij. Had hij graag iets beter gedaan. Maar hij heeft altijd nog een 2-daad finish nu op het moment.
Maar daar komt Medijn bij 121. Kijk, dat is de druk erop zetten. 65 over. Triple 16. Enkele 16 of een single 8. En de dubbel 16 over. 48. Nee. Weer om een break. Of de bol zijn of de triple 19. Ik weet niet welke keuze hij neemt zo gauw. Hij gaat gewoon voor de ouderwetse manier van de bol. 47 over. En tops. En nu wel een beetje in de eerste set. Kevin McDonald. Dit is een verrassing, hè? Je ziet hem ook even nadenken, Martin Adams, van wat gebeurt me hier? Jij komt leuk terug van die andere bond. Ja. 137. Hij kende mij helemaal niet meer, denk ik. Ja, wees maar niet bang. Ze komen elkaar best wel tegen natuurlijk. Want, hij is natuurlijk ooit al eens begonnen bij de BDO voordat hij die overstap maakte. 65. Hoe deed Adams het bij de Lakeside eigenlijk? Niet geweldig, hè? Nee, het was niet zijn jaar. Laten we het zo zeggen. Het was wat lastiger. En de druk wat is eigenlijk... Wat die oud is dat het? Ja, wat is oud? Phil Taylor is 56 dit jaar. Ja, maar hij is 59. Hij is 59, 60 dit jaar. Dat is toch eigenlijk zijn favoriete vakje. 114. Maar goed, staat nog steeds tweede op de ranking. Hè? Op deze ranking wel. Hier was hij als eerste geplaatst omdat Glenn Durant niet aanwezig is. Dat is best wel jammer natuurlijk, want je wil natuurlijk alle toppers. De 1 tot en met 32 wil je hier gewoon over de vloer hebben. En dat maar is wel wat heeft het mee te maken dat hij dan niet... Andere prioriteiten stellen. Ja. Dat is vaak het probleem. Kijk, onderhandel je dan wel met zo'n speler of niet? Ja, je komt of je komt niet. We doen natuurlijk wel vragen van kom je. Je hebt een VIP, je kan in de VIP zitten. Je hebt een aparte ruimte om te zitten. Dat is je kietelt ze wel een beetje. Je kietelt ze een beetje. Maar daar houdt het ook een beetje mee op. Want wij moeten ook onze centjes natuurlijk omkeren. Ja. Zeker gezien wij geen Olympische sport zijn. 64 over voor Martijn. Gaat hij hier ook de eerste lek pakken in zijn eigen set? Hij is aardig op schema. Dubbel 8. Nog één pijl. Ja, maar Adams heeft een hoge finish. Ja, maar 153 is er natuurlijk wel één. 48. En hij mag ervoor gaan aanleggen. Hij gaat beginnen op de triple 9, op de triple 20. Nou, triple 1, dus daar geen kans. Dus mag McDine zometeen terugkomen. En dat kan wel eens een Belgische 180 worden. Ja hoor, daar is hij. 3 keer 9, dat noemen wij een Belgische 180. Hij kan er zelf op lachen. Het is net zo moeilijk als dat andere vakje ernaast. Hij zit een paar centimeter naast. Ja, net is de eerste lek. Het gaat vrij hard. Ja, het gaat hard. Hij moet nu toch echt een lek gaan pakken. Ja, het is 4-0 anders eigenlijk door McDine, voor McDine in die legs. Het is nu 4-0 geen enkele leg gepakt door Martin Adams. De druk bij hem. 16. Nou, zijn leeftijd gooit hij vast. Misschien wat hij dit jaar wordt, maar daar hebben we nog niet genoeg aan. Het zijn niet de gemiddelde die hij wil. Nee, en dat is het zeker niet. Ik kan even zo 1, 2, 3 niet zien wat zijn gemiddelde is. Maar het is... Nou, te laag. Te laag. Ja. Het is niet wat we gewend zijn van hem. En McDine die staat gewoon 100, 140 achter elkaar te rijgen. Trouwens, die Martin Adams die wilde natuurlijk nooit iets te maken hebben met de andere bond, de PDC. Ja, maar daar is sinds kort verandering in gekomen. Hè? Ja, hij heeft voor het eerst meegedaan in de Platinum of Darts, waar een bepaald aantal spelers wordt uitgenodigd. Van beide bonden? Van beide bonden. En dan het gros is nog steeds PDC natuurlijk. Ja. Maar hij wil die nu gewoon een keer doen, na goed gesprek met de organisatie. Heeft hij dit 140 eindelijk eens een keer een behoorlijke score er tussendoor. Hij is gegaan. Heeft het ontzettend naar zich. Het beviel hem, hij heeft daar echt van genoten. Hij heeft ook laten zien van dat ook bij de BDO echt goede spelers zitten. Ja, want dat is wel fijn, hè? Dat zo'n speler af en toe ook laat zien dat ook deze bond best aardige gemiddels gooit. En gewoon goede spelers voortbrengt. Maar ja, de meeste spelers beginnen hier. Ja. Daarna maar iedereen toch in principe. In principe alleen, begin je allemaal. Nou, als je het geld wil verdienen, dan ben je weg. Ja, behalve Adams. Adams, er zijn er meer natuurlijk. Ja. O'Shea. Kijk, dat is een beetje 116 om 208. Kijken wat McDine doet om het weg de druk erop te gooien. Een trippeltje nodig. Heeft hij nodig? 94. Martin Uriquois, 116 over. Nou, Adams, wordt dit zijn eerste leg? Triple 20 voor dubbel 18.
Nee, triple 20 dan voor 16 over. 16. Ook niet. 56 over. McGuire 114. Gaat begint op de 19. Op 19. Ja, dat is niet eens zo moeilijk. Dus Shanghai 19 en 114. Dus Adams. De 16 zit erin en nou naar de top zijn favoriete dubbel. En daar is hij eindelijk. En hij staat op het scorebord. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Je wil hier niet gewoon met een oorwassing van het podium afstappen. En je kan het ook in één keer helemaal kantelen natuurlijk. Hij zal moeten breken. Hij zal hem nu moeten breken en dan vervolgens zijn eigen lek pakken. 114. McDyne begint goed, 140. Dat is niet het antwoord wat je daarop wil hebben. McDyne, 30 jaar. Komt uit Wallsend, England. 114. En die heeft ze 240 al te pakken, dus het wordt een hele zware opgave. 100. Maar ja. Je had gelijk, je zei het al over die tourcard. Die heeft hij in januari, dus eigenlijk nog maar heel recent, heeft hij die opgegeven, zeg maar. Ja, hij heeft hem niet gehaald. Ja, dat is het. 100. Elk jaar komen er een aantal vrij. Ja, en die moet je toch wel weer zien te heroverwinnen. Sixteen. Kevin Yurikwa, 121. Hij hoeft niet per se uit deze lek, want hij heeft Martin Adams in de volgende buurt kan hem hooguit wegzetten. En je ziet het ook, hij 65. Gaat met zijn tweede pijl voor de boel om het wat mooier af te ronden. Maar echt de grote winnaar is McDyne niet, hè? Nee, maar ja, wat niet is kan komen natuurlijk. Absoluut, kan nog steeds komen. Jonge vent, 30 jaar. 180 voor Martin misschien. 140, hij zet er wel wat druk op. 156, 100 punten verschil. Maar dit mag in principe geen probleem zijn. De 16 er nog net in. Dubbel 10. Die zit een heel eind van zijn vakje af. En ook deze, dat zag je al wijs. Dus vaak moet je eens goed opletten. Als de eerste pijl die op een dubbel gooit al vrij ver zakt, dan is de tweede te corrigeren op het andere vak ook al wat lastiger. Dan ben je het gevoel kwijt. Adams zet hem nu ook Die kan weg. Hem wegzetten op 56. Alleen, maar krijgt hij de kans? McDyne heeft 3 pijlen voor de 20. De eerste is mis. Oei. Dubbel 5 was net ook zo'n redmiddel. En hij pakt hem deze keer niet op. Dus Martin Adams 56. Kan hem breken. En dat is ook nodig. Tops. 2 pijlen voor tops. Nog eentje. Ja hoor, hij breekt ze heel netjes. Moet zijn eigen lek pakken om gelijk weer terug te breken in sets. En dan zijn eigen set zijn eigen lek weer. Ze geven eigenlijk elkaar cadeautjes. Het is nog geen Sinterklaas is pas geweest. Ja. De kerst natuurlijk ook. En voor hun wat dichterbij dan voor ons Sinterklaas. Maar ik denk niet dat ze deze soort cadeautjes willen hebben. Ze willen gewoon een lekkere performance neerzetten. Het publiek vermaken. Want het is een beetje een mak publiek op het moment. Omdat er worden geen 180'ers gegooid. De gemiddelden zijn te laag misschien. Ja. Kijk, 140. Dat wordt gezien. Beide 140, ja. Het gaat zo vanzelf leven. Aan de andere kant, we krijgen straks 2 Nederlanders. Dan zal het vast anders zijn. Ja, als we ons Fries onder onsje krijgen, dan weet ik zeker dat er zal ongeveer minimaal 20% Fries aanwezig zijn. Want we zitten natuurlijk heel erg dicht tegen Friesland aan. Dan gaan ze helemaal los. En dan zijn het geen coole Friesen meer. Want ook bij darts ontdooi je ze als in een halve finale staan, hoor. Adams. Zal het willen wegzetten, ja. Kijk, 141. De laatste pijl die gaat bepalen hoe goed. 126 is een finish. Gaat zo meteen over de 19. McDyne, wat gaat die doen? Van 77. 6 pijlen voor 126. Hij hoeft niet, maar hij gaat wel naar de 19. Doet hij goed. 69 over. Dubbel 6 over. Ja hoor, en het is 126 en hij pakt de set erin. Dan zie je dat het in één keer kan worden. First half, it's more than the trophy. Complimenten voor Adams, absoluut. Duimpje ging omhoog. Ja.
Er zit ook gelijk weer wat extra leven in de brouwerij. Er komen nog steeds mensen binnen, zoals je ziet aan de linkerkant. Het is even dringend om vooraan te komen, maar dat gaat je niet lukken. We hadden trouwens één Drent bij de laatste 64. Bert-Jan Mulder. Ken jij die? Sorry, maar ik ken heel veel spelers, maar niet allemaal. Maar het is een speler die speelt in de tweede divisie. Dat kan. En had gewoon zijn dag, denk ik gisteren. Soms kan ook een beetje mazzel met de loting hebben natuurlijk. Dat je wat zwakkere broeders in een gedeelte van de sheet hebt zitten. Maar hij komt uit Hogeveen. Maar hij verloor uiteindelijk van de man die in de halve finale staat, van Danny Noppert. Ja. Met 4-3. Dus, hij kwam nog close ook. Ja, inderdaad. Dus hij kan absoluut een pijltje gooien. Ja. En wie weet, als hij misschien wat meer gaat afgaat in de nationale rankings, dat we hem vaker tegenkomen. Dan gaan we ze vanzelf leren kennen. Dat zou mooi zijn dat wij in Drenthe ook weer een nou ja, Jan Dekker heb je natuurlijk. Maar die is overgestapt. Daarom. We gaan eens even kijken hoe ver we hier zitten. 3.14, 3.45. Hij gaat in ieder geval geen finish overlaten, want 345 kan je niet naar beneden brengen in dat geval. Nee, en McDonald is een beetje zijn triple slide. Het is een 42 scoren, dat is ook niet helemaal wat je wil zien. Of een 43 scoren, dat is helemaal niet wat je wil hebben natuurlijk. En ook Adams kijkt alles behalve tevreden. Ja, zeker niet als je twee keer pijl hebt en je pas 10 punten. Kijk, de laatste, daar had je er meer van willen hebben. En het is weer zijn eigen lek natuurlijk en zijn set. Wie er nu 3 pakt, die staat in de finale. En die mag met die beker met die grote oren aan de haal. 16. McDijn volgt braaf, zeg maar. Ja. Nou, Adams. Een klein oplevingje wat dat betreft. Iets voor. Trippeltje nodig, het liefst om hem goed weg te zetten. 104, excuus. Ja. McDijn, wat gaat die doen? Ja, hij heeft een triple, anders had hij naar de boel gemoeten met de laatste. Maar 85, 147 is een vrij lastige. Ja, hij tikte die andere aan, hè? Ja, 104. Dus gewoon 4-5. 44, 12, dubbel 16. De 12 zit erin en de dubbel 16. Doet hij niet. Dat doet hij niet, want dat doet hij in 2 keer pijn. Net met die hoge finish 126. Maar McDiamond met 147. 147, dat gaat hem niet worden deze keer. Triple 19, 50 over. Adams 3 pijlen. Dit zou die normaal gesproken. Kijk, gelijk hier is de in het midden waar die afgetekend lijkt te zijn. Timmerman, zo gaat het hier ook weer werken. Nou, de eerste 3 legs waren voor McDyne, maar daarna toch Adams. Nou, de eerste 4, hè? De eerste 4. Maar daarna Adams. Ja, daarna kwam Adams langzaam op stoom en leek wel of McDyne wat last van zenuwen begon te krijgen. Of in ieder geval even het gevoel kwijt is. Pep zich op, Adams. Ja, hij ziet hem altijd tegen zichzelf prevelen. Ja. Om zich eigen helemaal op te peppen. Dat is alleen maar goed. Ja, elke speler doet het op zijn eigen manier natuurlijk. Er zijn erbij die kijken boos, de anderen merk je niks aan. En sommigen staan een beetje half te bidden als het ware. Voorsprong in de lek nog van McDyne voor McDyne. Kijken of er nog een triple bij komt waardoor er een klein gaatje kan ontstaan. En daar is het gaatje. 1 triple nodig voor Adams voor een finish. 2 triples nodig voor McDyne. Hier is de eerste. Dat is de tweede, maar dat is niet degene die je wil hebben. Want dat wordt nu onmogelijk om op een finish te komen. Hij stelt redelijk, maar 169 wordt lastig, zeggen wij met 3 pijlen. Er komt er 1 tekort. Ja. Hier ook triples nodig. Nee, ook hij gaat niet op een finish komen, Martin Adams. Nee, dus zal McDyne het keurig kunnen wegzetten nu. Ja, 180 om 169. Hoe goed breng je hem naar beneden? 150, 130. Hij heeft een triple nodig. Het liefst wel. 59. 110. Is op zich geen lastige finish voor de jongens. Is te doen. Maar ja, als hij nu nog even 2 triple 20's erbij zet. Ja. Dat niet. Maar 180 zou toch wel heel mooi zijn. Ja, hij zet hem weg op 80. Kevin, jullie kwamen van de rent zijn. McDyne zal hem moeten maken, hoor. Ja, en dit is een hele vreemde. Waar begint hij? Hij begint op de 19. Triple 17. Nee, ook niet. 74 over. En hij zet hem weg op 32. Maar Adams. Martin, jullie kwamen 18. Die heeft 1 opdracht. Bovenin blijven. 2 keer 20 tops. Ja. 1 pijl. Voor Adams. 14.
En hij breekt niet. Hij breekt niet. Dus, McDine. Drie pijlen voor 32. Nog twee. Even een stapje. Ja, ja, maar het is nooit echt gunstig om een stapje. Dus je ziet het, want hij gaat nog verder weg zelfs. 16. Dus heel lastig corrigeren als je stapt. Dat wil je het liefst niet. Je moet opnieuw gaan focussen op een andere manier je pijl richten. Kijk, dit wil je wel hebben. Deze ja. kan er in feite tegen aangezet worden. Twee zelfs, daar kan hij tussenin, hè? Een stukje naar beneden. Daar kan hij tussenin. Ja. Kijk, dat is een second line. Een heel mooi dakkapelletje erboven in dit geval. Bernard is Martin to throw first. Zijn eigen lek. Hij kan het nu afmaken. Dat zou hij het liefst willen doen natuurlijk. Want hoe langer jij rust hebt, des te beter. Ja, de rollen zijn omgedraaid. Dat merk je al sinds Adams zijn eerste lek heeft gepakt. De hele partij is compleet gekanteld. Gemiddelden zijn niet wat we gewend zijn van de boys. Nee. Maar het gemiddelde van Adams gaat wel langzaam maar zeker iets omhoog. Het gaat langzaam maar zeker om iets omhoog. De McDine zakt. Ook. 17. Die begon natuurlijk een stuk beter. Ja, en als je dan een paar hele lage scores ertussen hebt, dan wordt het een rekensom. Alleen een 180, daar zitten we weer op te wachten. Dat gaat in dit geval. Hoe graag hij hem onder de 300 wegzetten? Dat doet hij. Kijk, 261 over. 423, 180, kom je op 243. Heb je een klein gaatje, maar hij zit wel op schema. Nou, McDine, zijn eerst 180? Nee, 140. Dus 261, 283. Wie gaat hem het beste wegzetten? Adams wil natuurlijk zijn leg houden. Ja, dan is hij klaar. Ja. Dan mag hij aan de koffie. Nou, dan zal dat niet zo gauw gebeuren, maar... 95, 166. Dat gaat weer niet uit. 283. Ja, nog één trippel nodig. En kijk, dat is 143. Dus er zit een hoge, maar er zit druk op. Hoe goed gaat Martin hem wegzetten nu? In ieder geval een finish. Maar ja, hoe goed? Hoe goed? 126 over. Hij blijft boven 121. Dat is ook nog Kevin, een vrij lastige finish. Maar hij gooide net 123. Hij kan het wel. Hij 126. Ja, net, dat was 126 zelfs. Ja. En hij kan niks doen dan wegzetten. 102. March your require 121. 41 om 121. Het liefst moet hij nu gewoon uit. 61 over. Triple 11 of single 11 is goed. Triple 11, dubbel 14. Heel erg dichtbij, maar net te ver weg. 9 dubbel 16 zou de normale route zijn. Net het vakje nog te pakken. Dubbel 16, 1 kans op dubbel 8. Nee. 33. Nou, McDine laat 4. 1 matchstart gemist van Martin Adams. Hoe gaat hij met de 3 die hij nu in zijn handen heeft om? Dubbel 7. Hele vervelende dubbel. Nee, het is 1 7. Dus McDine, dubbel 4. Dubbel 4. Je ziet hem ook met ongeloof kijken van, ik mag me gooien. Ja, en dan is Kevin McDine. Weer een cadeautje. Kevin McDine. Weer een cadeautje. It's Kevin McDine first. We zijn weer in de uitwisseling wat dat betreft. Nu McDine die gelijk kan maken om er nog een beslissende lek uit te persen. Maar dan wil hij graag wat trippels hebben om goed te starten. 60. Wat doet Adams daar tegenover? Dat is de eerste. Kijk, dat is wel gelijk een gaatje. 80 punten verschil en het is de lek van McDine. De druk bij hem dus. De druk ligt absoluut bij hem. En hij schudt met zijn hoofd. Ja, dat moet je dus niet doen, want dan haal je jezelf uit concentratie. En dat weet Adams. Maar ja. Ja, maar ja, als je dan zelf met een 1 begint, dat is ook niet... Kijk, dat wil je hebben. Gaat hij naar de 19, je ziet hem ook naar beneden kijken. 18. Een 80 scoren. Ja, je kan hem wel boven erbij zetten, dan hou je zo meteen 20 punten over. Precies. Ja, dat schiet ook niet op. Want je staat hier wel voor een hoofdprijs van 5000 euro de pijlen in het bord te zetten. 57. Ja, 3,39. Dat betekent dat met een 180 McDine niet eens op een finish kan komen. Nee, zwakke beurt McDine. Duidelijk. Ook Adams gaat hem niet naar een finish brengen. 60. Maar hij heeft wel ruimte, hè? Ja, maar McDine, als die nu een 180 zet... Ja.
Maar die heeft toch niet gezet, hè, vandaag? Nee, nee wel. Die heeft er, de eerste was dat van McDyne. Nee, het lijkt wel of hij er niet meer in gelooft op een of andere manier. Je ziet hoe warm het is op het podium. Hè. Die lampen daar ook nog natuurlijk. Ja, daar hangt een kleine 20 kilowatt. Precies. Je kan beter in Spanje in de zon liggen wat dat betreft. Adams zoekt naar de triples, dat lukt nog niet echt. 16. Wel een finish, 161, een hoge. We gaan eens kijken wat McDyne doet op 2,79. Heeft twee triples nodig. Dat is de eerste. Is binnen. Nog steeds een triple nodig. En dan beneden. 137. Martin Unicorn. 142 over 161 op de lek van McDyne. Geen finish voor Martin Adams in deze beurt. En weer geen triple. 161 om 142. Hij moet eruit. Ja, want McDyne voelt de druk. Anders is het gedaan voor hem. Hij gaat niet uit. 125, 100 over gaat naar de triple 20 om hem op top te zetten. Het wordt een 80 over voor hem. Dus Adams. Adams 61. Drie pijlen om het af te maken. 15, 46 over. Ja, 16, hij zit tops. In de 14, nee. Dubbel 6. Dubbel 16. 16. 45. Hij kietelt hem. Maar dat is niet genoeg. Kevin Unicorn 18. Overleeft hij weer McDyne. Ja, ze zijn elkaar aan het helpen. Ook hier een opdracht, nog een enkele 20 en de dubbel 20. 16. Dus. Je ziet het gebaar, het geloof is een beetje weg. En dat is zo zonde, want hij kan echt wel darten. Dat... Zeker weten. Adams. Game, ja, shot, en match, Martin Adams. Let's op een rij. Ja, Adams gaan we zien in de finale. En voor McDyne zit het erop. Het was moeilijk. Maar hij won wel. Ja, absoluut. Hij begon goed met 4-0 en daarna kantelde de wedstrijd compleet. En gaat Martin Adams het doen.